Hallo, ik ben Petra Hoekstra. In oktober is bij mij de ziekte van Graves vastgesteld. In de voorliggende maanden had ik verschillende klachten, zoals heftige hartkloppingen, een overslaand hart, een gejaagd gevoel, afvallen, ik had een droge huid, haaruitval, een kort lontje, extreme vermoeidheid. Ik had erg veel last van hartkloppingen. Het was alsof ik had hardgelopen. Alleen zat ik rustig op de bank. En ook als ik naar bed 's avonds ging, dan was het een beangstigend gevoel. Ik ben naar de huisarts gegaan en deze dacht aan de menopauze en eventueel dat ik last had van stress. Dus daar ging ik eerst dan ook vanuit, maar de klachten bleven, ondanks alles wat ik daarvoor deed. Wegens celiakie, wat ik ook heb, werd mijn bloed geprikt voor de tweejaarlijkse controle. En daar kwam een te snelle schildklier voor. En kon gelukkig de diagnose Graves een paar weken later gesteld worden. En ik zeg gelukkig, omdat ik inmiddels ook om mij heen hoor dat men soms jaren klachten heeft en die te maken hebben met een te snelle schildklier, maar de diagnose nog niet gesteld is.